Een bewolkte dag en er valt af en toe een bui. Dit is het TV West nieuws van maandag 6 augustus. Ik ben Sander Knoera. Een 41-jarige man is in coma geraakt na een vechtpartij in Den Haag. Een 28-jarige Hagenaar is aangehouden. De mannen kregen ruzie bij een snackbar aan de Loosduinse Kade. Het slachtoffer liep bij de vechtpartij ernstig hoofdletsel op. Het is niet bekend waar de ruzie over ging. Tijdens de vechtpartij raakte ook een 32-jarige man uit Nieuwegein licht gewond. Hij probeerde in te grijpen en is een vriend van de gewonde man. De verdachte ging er vandoor, maar die is later thuis aangehouden. Slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alphen aan de Rijn willen de politie Hollands Midden aansprakelijk stellen voor de schade na de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof. Tristan van der Vlis schoot daar vorig jaar april 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Volgens advocaat John Beer heeft de politie een wapenvergunning verleend aan een psychiatrisch patiënt. En dat maakt haar verantwoordelijk. Beer wil niks zeggen over de hoogte van de claim. Berichten over tientallen miljoenen noemt hij voorbarig. Zeer grote brand dit weekend in Rijnsburg. Het vuur brak uit in een leegstaand pand van bloemenveiling Flora Holland. De brand breekt uit aan het begin van de nacht. Het pand aan de Oegstgeesterweg wacht al een tijdje op de sloop. Op de plek van de voormalige veiling is een nieuwbouwproject gepland. Bij de brand komt volgens de brandweer een kleine hoeveelheid asbest vrij die alleen op het voormalige veilingterrein is terechtgekomen. Het is niet de eerste brand in deze omgeving de afgelopen maanden, valt ook de omwonenden op. Ja. Wat is dat? Hè? Want het staat voor de sloop, dus je weet nooit. Zou de gemeente misschien moeten proberen te zorgen dat het niet zo lang leeg staat? Dus voor iedereen is het beter, denk ik. 'S Middags om 3 uur is de brandweer klaar met nablussen. Zaterdagavond zijn de Nederlandse zwemsters gehuldigd in Londen. Nadat Ranomi Kromowidjojo haar tweede gouden plak binnenhaalde, wist ze een aardig feestje te bouwen in het Holland Heinekenhuis. Waar is het feestje? Waar is het feestje? Waar is het feestje? Ja! Zo'n 6000 Oranje-fans vierden de huldiging van Ranomi mee. Maar het was niet alleen haar feest. Ook de zilveren estafetteploeg werd gehuldigd. Met daarin Femke Heemskerk uit Roelevarensveen. Ja! Ook prins Willem-Alexander is nog altijd in Londen. Het IOC-lid ziet een belangrijke rol voor Den Haag, wanneer de Spelen in 2028 mogelijk in Nederland gehouden zullen worden. Dat kan niet alleen in Amsterdam. Kijk, als je alleen al naar Londen kijkt, ook buiten Londen vinden allerlei sporten plaats. Als je dat plaatje, de omvang van de stad Londen, over de Randstad heen legt, zal er uiteraard in Rotterdam en in Den Haag en in Utrecht en in Almere en een heleboel andere plekken ook sporten plaats moeten vinden. Ik kom net uit Weymouth van het zeilen. Nou, we hebben een prachtig offshore zeilingscentrum in Scheveningen. Daar heb je het al. Daar heeft Den Haag al een mooie sport te pakken. En in onze middaguitzending zie je vanaf 5 uur meer van het gesprek met prins Willem-Alexander. De Vliettunnel bij Leidschendam blijft nog zeker een week dicht. Bij werkzaamheden kwam er grondwater omhoog. Onze verslaggever André van Schonenwoord is bij de tunnel. Ja André, wanneer gaat die tunnel dan wel precies open? Ja Sander, dat ik hier sta in deze tunnel betekent dat die dus nog niet open is. En voorlopig nog ook even niet open gaat. Er gaat nog geen verkeer doorheen. De lekkages die zijn al wel gedicht, die men hier gevonden heeft. En dat grondwater dat komt dus ook niet meer de tunnel in. En nu wordt eigenlijk de grond gefreesd en dan kan een nieuwe asfaltlaag opgelegd worden. En dat betekent voor Rijkswaterstaat dag en nacht doorwerken. Want ze willen het in 1 keer willen ze dat doen, zodat aan het einde van de week de tunnel weer open kan voor het verkeer. Tenminste, dat is de bedoeling. Wouter de Vos, u bent van Rijkswaterstaat. Einde van de week gaat u dat redden? Ja, dat gaan we redden. Ja, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar het belangrijkste probleem waren de lekkages. En de planning is er nu op gericht om vrijdag 10 augustus om 4 uur uiterlijk open te gaan. Het is dicht nu, geen opborrelend water meer. Nee, wij hebben dus geen last meer van lekkages. Dat is, gisteravond is dat allemaal dicht gegaan. En zoals u ziet hier zijn we nu met het frezen gestart om straks het asfalt aan te gaan leggen. Dat water, dat was natuurlijk onverwacht. Het heeft ervoor gezorgd dat het onderhoud veel langer heeft geduurd. U moet de andere tunnelbuis ook nog aanpakken. Gaat dat weer net zo lang duren? Nee, dat hopen we niet. Hè. We gaan natuurlijk, daar zijn we al mee bezig, doen we onderzoek naar waardoor dit gekomen is. En daar houden we natuurlijk rekening mee in de aanpak van de andere tunnel.
waar we volgend weekend aan de slag gaan. U heeft in ieder geval een methode gevonden nu? Ja, we hebben de methode gevonden en we kunnen er echt van op aan dat de methode die we in deze tunnel hebben gevonden om in ieder geval die lekkage te dichten, dat goed is. Dus dat betekent, ja, het minder goede nieuws is dus nog even deze tunnelbuis één week dicht blijft, maar aan het einde van de week dan gaat de slagboom weer omhoog en dan kan er weer doorheen gereden worden in de richting van Wassenaar. André van Schonewoerd in Leidschendam, dankjewel. ADO Den Haag opende dit weekend weer de deuren voor de fans. Zo'n 10.000 mensen kwamen af op de open dag van de club. De handtekeningensessie aan het begin van de dag is al zo druk dat die ruim een uur uitloopt. Vooral veel kinderen willen een krabbel van hun favoriete spelers en gaan met ze op de foto. Trainer Maurice Stijn besluit toch iedereen de kans te geven een handtekening op te halen. En de sfeer is positief. Je wordt ermee geboren en hij groeit ermee op ook. Dus, ja. Bij de clubs als Utrecht en in Doetinchem dan ben je wel wat gewend natuurlijk. Maar ja, dit overtreft het wel even. Hoe zou dat komen, denk je? Ja, ik denk die achterban, de volksclub, hè, dat is echt enorm. Zo'n dag is toch een beetje het hoogtepunt van de voorbereiding. En als je ziet hoe enthousiast iedereen is, dan is het alleen maar leuk om te doen. De mannenselectie presenteert zich, maar ook de vrouwen. Zij zijn Nederlands kampioen. Kunnen we een jaartje tegenaan? Dan kunnen we er weer een jaar tegenaan, dus het komt helemaal goed. Het seizoen voor de mannen begint over een week met de wedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. Ja, dank u. De kassahuisjes bij het oude ADO-stadion in het Haagse Zuiderpark zijn gered. Hoofdsponsor Kyocera heeft het resterende bedrag betaald dat nodig was om de huisjes te behoeden voor de sloop. De website adofans.nl had al €22.000 opgehaald voor het behoud van de huisjes. Ze stonden vele jaren bij het ADO-stadion in het Zuiderpark. De kassahuisjes worden voor €30.000 verplaatst naar het stadion op het Vorenpark. Het Varend Corso Westland heeft ook dit jaar weer een record aantal bezoekers getrokken. Vorig jaar kwamen er zo'n 350.000 mensen. Dit jaar waren dat er 425.000. Rijen dik staat het publiek langs de route. Alleen al de zaterdag, de Westlanddag, brengt duizenden mensen op de been. Onder het thema Meesterlijk Mooi varen 60 versierde boten vanaf Honselersdijk, een rondje via Naaldwijk, Poeldijk en Den Haag. En morgen ga ik weer ergens anders kijken waar ik het alweer beter ziet. De vaartuigen zijn opgetuigd met vruchten, planten en bloemen. Allemaal geteeld in de Westlandse kassen. Dat is fantastisch. Vooral de kinderen die genieten er als kerf van. Dus, ze zitten erom te vechten wie er op hun schouders mag zitten. Dus, anders zien ze niks. Het is zo druk. Het is heel druk. Ja, het weer is ook er goed voor, dus ja, het is perfect. En ook deze 15e editie van het Varend Corso Westland duurt 3 dagen. Vrijdag de Rijnmonddag, zaterdag de Westlanddag en zondag de Delflanddag. Ik vind het iets minder dan vorig jaar. Vorig jaar vond ik het mooier. Nou, dat er meer variëteit in zat en meer muziek en ja, vond het spectaculairder. Niet alleen de zwemster Ranomi Kromowi Jojo is goed voor goud. Ook de goudgele Ranomi Gizant van kweker Laurens van der Lans uit Schravenzanden is een doorslaand succes. Hij heeft alleen één probleem. Hij mag niet doorverwijzen naar de Spelen in Londen. Nou, er staan hier namen op die gepatenteerd zijn. En de tekens van de Olympische Spelen mogen niet op deze sticker staan. Had ik daar heel veel geld voor neer moeten leggen en ja, dat is het niet waard. Nee. Maar het is wel goud waard, hè, Ranomi? Ja, zeker weten. Een toppertje. Zaterdagavond was het weer raak. Ranomi Kromowi Jojo zwom in 50 meter vrije slag opnieuw naar goud. Haar tweede gouden plak op de Olympische Spelen. En Van der Lans had het 4 jaar geleden al in de gaten. Toen zijn veredelaar met een nieuwe goudgele grisant bezig was. Heb ik tegen gezegd van, joh, je moet, als je een goed ras hebt, dan moet je hem Ranomi noemen. Want over 4 jaar kan ze goud halen op de Olympische Spelen. En dat is, ja, dat is uitgekomen. Ja. Ik had niet gedacht dat ze de koningin zou worden, maar ja, goud had ik wel, dat zag ik zitten. Dat geldt ook voor Ranomi zelf, die in mei apentrots was dat Van der Lans haar had vernoemd. En nu natuurlijk trots is op het succes van beide. Geld voor Ranomi. Ja, en voor mij. In Noordorp zijn 3 honden vergiftigd. De dieren zijn ziek geworden nadat ze zijn uitgelaten bij de tennisvelden aan de laan van Floris de Vijfde. De politie vermoedt dat het gif daar op straat ligt. Eigenaren krijgen het advies om hun hond aan de lijn te houden en het dier niet van straat laten eten. De politie vraagt hondenbezitters van wie het dier na het uitlaten in Noordorp ziek is geworden om zich te melden.
Kijken we tot slot nog even in de kranten van vandaag. Het AD heeft een groot verhaal over het instorten van de festivaltent in het Overijsselse Steenwijkerwolde. De tent stortte in na een windhoos op het Dickie Festival. Op dat moment waren er zo'n 300 feestgangers in de tent. Uiteindelijk raakten 13 mensen gewond. De organisatie laat weten in de krant dat het veel erger af had kunnen lopen. En op de voorpagina van de Telegraaf het verhaal van NS-monteur Rens Kamminga. De monteur is geschorst nadat hij een gewonde zwaan van het spoor had gered. Het beestje lag zo'n 200 meter van het perron op de rails van Amsterdam Centraal. En daardoor was het treinverkeer gestremd. Omdat niemand wat deed, besloot de monteur het dier zelf maar te redden. Hij is nu daarom op verlof gestuurd door de NS. Tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws vind je op onze website omroepwest.nl of op onze West-app. We zijn natuurlijk ook de hele dag te horen op 89.3 Radio West. Ik wens je nog een hele fijne dag.